Nou, ik ben hier met mijn manager, Rob Bogaerts. Hey Rob. Hey. Zijn we hier eens in de Vlinderbuurt en ik wil Rob eens even laten zien van wat ik dus als buurbeheerder uitvreet een hele dag. En ons Rob wilde wel eens zien hoe het er hier allemaal uitzag onze wijk. Dus ja. Welkom. Ja, wat ik nou al gezien heb, ziet er al perfect uit. Ja, goed. Goed zo. Hey. Hey. Mooi hè? We gaan de wijk in. Kom op. Zo spreken. Okay. Ja, maar dat is wel leuk om jou mee te fietsen. Ja. Ja. En misschien de keurig uit. Nou ja, en wat ik doe, ik let gewoon een klein beetje op van nou, hoe zie ik het er allemaal uit? Oh, dit is trouwens wel een leuk, als we kijken hier, deze. Dank jou even. Daar let ik dan, hier let ik dan als buurbeheerder heel erg op. Kijk, hier hebben we dan de woning. Als je dan zo kijkt, is dan dichtgroeien. Ja. Zie je? Ja. Dus, wat vind jij ervan als je dan dit zo ziet? Wat zegt jou voor jouw gevoel? Of hij staat leeg of er is iets aan de hand. Ja, ik denk zelf dat je niet woont. Kijk, want daar ligt een hele hoop post. Ja. Kijk nog zo kan zoomen. Ja. Dus dit is voor mij al een. Kijk, en als jij elke dag dit gebruikt, dat kan niet. Dan is het al lang weggeknipt. Dat is een bewoner die heeft die garage opengezet voor andere bewoners, zodat ze kunnen verkaarten of kunnen doen. En, nou, dat is bij Hans. Hoi Hans. Hoi. Goeiedag jongen. Goeiedag jongen. Hoi. Ik wou Rob even laten zien hoe het er hier uitziet. Ja, erg koud. Dus vanuit jezelf begonnen zo. Ja. Wij kwamen eigenlijk op de koffie. Of thee. Oh ja, net zei de thee nou. Zeg nou, thee. Koffie. Geef mijn collega. Ja. Dat is Rob. Hoi, kind. Ja, ik ben net met Rob Bogaerts de wijk in geweest. Ja, Rob moest helaas alweer meteen weg. Dat is het nadeel als je manager bent. En ik ga eerst even lekker een kop koffie pakken. Dus tot ziens in de wijk. Tot